Hey, en wat leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Ik begin direct met een hele grote doos in het beeld. Want in deze doos, dit is een pakketje die ik gisteren heb gekregen. Hierin zitten allemaal Essence en Catrice producten. En in deze video ga ik dat voor jullie unboxen. Ik twijfel een beetje of ik dit moest opnemen, want ik wilde eigenlijk heel graag een video maken met alle nieuwe Essence producten en een video met alle nieuwe Catrice producten. En ik kan je een klein beetje iets verklappen. Ik heb deze complete look gemaakt met alle nieuwe Essence producten die ik je straks laat zien. Of ik ze fijn vind of niet, dat zie je in een video die morgen online komt. Maar in deze video ga ik je laten zien welke producten ik allemaal heb ontvangen. Voor nu zou ik je willen vragen of je zou willen abonneren op mijn kanaal. Dat kan op de rode button hier beneden. En klik zeker even het belletje aan als je geen enkele video meer wilt missen. Ik heb namelijk 2 overvolle tasjes gekregen en ook 2 persberichten. Want de assortimentsupdate van Essence & Catrice komt er natuurlijk weer aan. Meestal een beetje rond eind februari, begin maart zijn alle producten verkrijgbaar. En dit zijn dus de 2 pakketjes. Ik heb hier een pakketje van Essence en ik heb hier een pakketje van Catrice. Dus ik dacht een beetje, ik vind het misschien een beetje dubbel op om en een look te maken en nog weer in een andere video de producten te laten zien. Maar toen dacht ik, weet je, ik doe het gewoon als extra video. Dus in deze video laat ik zien wat voor producten hier allemaal in zitten. En in een andere video laat ik zien hoe ik de producten in gebruik vind. En morgen komt dus de Essence video online. En waarschijnlijk ergens volgende week komt de video van alle Catrice producten online. Ik ga dan nu ook maar beginnen met het pakketje van Essence. Het eerste wat ik hier heb is het Hey Cheeks palet. En het is een blush, bronzer en highlighter palet. Een heel erg mooi langwerpig paletje met allemaal verschillende, ja, nou ja, blushes, bronzers en highlighters natuurlijk. Ik vind het wel heel erg mooi uitzien. Er zit hier natuurlijk een highlighter, 3 verschillende blushes, een bronzer en ja, of dit is ook een highlighter of ook een soort bronzer. Hij bevat in ieder geval super veel shimmer en hij is redelijk donker. Alle namen van de producten en alle prijzen van de producten zijn natuurlijk in de beschrijving van deze video. Dan zitten hier ook nog 3 verschillende lippenbalsems in. En al deze lippenbalsems bevatten vitamine E en hebben allemaal, ja, een eigen extra ingrediënt en zijn dus super verzorgend. Ik heb hier als allereerste moisturizing balm en dit is met cherry blossom extract. En dan hebben we hier de groene versie en dit is dus de repairing balm. En dit is met, ja, ik weet niet hoe je het uitspreekt, ginkgo leaf extract. Geen idee, nog nooit van gehoord. En ik heb hier de nourishing balm en dit is with rice oil. Dan heb ik hier ook 3 nieuwe nagellakjes. Want volgens mij krijgen alle Essence nagellakjes een compleet nieuwe verpakking. Dus dit is de nieuwe verpakking. En ik heb eerlijk gezegd nog niet het persbericht gelezen. Dus ik weet niet of deze nieuwe verpakking ook direct een nieuwe formule of iets dergelijks heeft. Maar ik heb in ieder geval deze kleuren. Een hele mooie babyroze kleur. Dan hebben we hier een zilveren kleur met echt van die metallic glittertjes. Met een beetje metallic finish. En dan hebben we hier een fel roze kleur. Dan is er ook nog een hele complete gymproof You Better Work collectie. Die zit eigenlijk dus in het Essence assortiment. En deze lijn of collectie, of hoe je het ook wil noemen, bevat zoveel producten. Het zijn dus echt allemaal producten die heel erg, ja, tegen het shinen zijn of heel erg waterproof zijn of gewoon muurvast op je gezicht blijven zitten. Ik heb natuurlijk geen idee of het nog werkt of niet, maar het klinkt in ieder geval veelbelovend. En ik heb daar dus 4 producten van ontvangen. Ik heb hier als allereerste You Better Work Gym Proof Fixing Spray. En deze is dus sweat resistant en is dus, ja, er staat op anti-shine. Dan hebben we hier de mascara en dit is de Volume & Curl mascara, die dus ook waterproof is. En moet zorgen ervoor heel veel volume en krul in je wimpers. Dan hebben we hier nog een eyeshadow primer en die moet ervoor zorgen dat je make-up echt muurvast erop blijft zitten. En dan hebben we hier nog een getinte dagcreme. En hierop staat ook weer anti-shine en ook skin perfecting. En er staat er dus een cameraatje bij. Dus ik ben heel erg benieuwd of het dan ook echt met foto's iets te maken heeft. En deze dagcreme is eigenlijk verkrijgbaar in 2 verschillende kleuren. Het volgende wat ik hier heb is de Dip Eyeliner. En dit is een waterproof zwarte eyeliner. Met, ja, het is een vloeibare eyeliner. Dus echt met zo'n kwastje wat eraan zit. En dit is het kwastje. Het is een heel erg stevig kwastje met een hele scherpe punt. Dan heb ik hier ook nog een vloeibare highlighter. En dit is een liquid highlighter. Dus dat op hashtag InstaPerfect. En deze is in 2 verschillende kleuren. Ik heb de gouden variant, maar er is ook nog een rosé gouden variant. En heb ik hier alweer als laatste uit het Essence pakketje 2 verschillende paletten. In totaal zijn er 4 verschillende soorten verkrijgbaar, waarvan mij deze super erg aanspreekt. Maar ik heb voor nu deze 2 ontvangen. En ik heb als allereerst G-Day Sydney. En dit is Hello New York. En Hello New York bevat heel erg veel, ja, coole tinten zoals je wel kan zien. Een beetje wat blauwe kleuren, bordeaux rood en heel erg veel grijs. En het G-Day Sydney palet bevat dus weer heel erg veel warme kleuren. En deze heel erg afwisselend met, ja, matte of shimmery kleurtjes wat erin zit. Dan heb ik hier het volgende tasje en deze is dus van Catrice. Ik heb hier als allereerst 2 paletjes en toen ik ze net vasthield dacht ik, wauw, dit is zo dun. Dat is echt het eerste wat me opviel. Deze paletjes zijn zo dun als je ze vast hebt. Ik denk, ja, ik weet niet of het echt goed op camera overkomt hoe dun ze nou echt zijn. Maar
Dit is denk ik echt super handig voor in je toilettas. Ik vind het heel fijn om oogschaduw mee te nemen als ik ergens een nachtje blijf slapen. Maar ik vind het super irritant dat je dan of zo'n heel groot plet hebt of een mono die meestal best wel heel erg dik is. Maar deze voelt heel erg dun en er zitten 6 kleuren in, dus dat is nog best wel weer veel. Kijk, dit is hoe het paletje eruit ziet. Er zitten dus 6 kleuren in. Ja, dit is een beetje een naturel paletje met ook weer bordeaux rood en zo. Doet me heel erg denken aan de paletjes van Essence van een aantal jaar geleden. Toen had je die paletjes die All About Chocolates, All About Nudes, All About Candies en zo. Doet me dit onwijs aan denken. Dit is in ieder geval, de naam van de palet is A Future Female Eyeshadow Palet. En dan hebben we hier nog een andere en dit is Soul Searcher. En Soul Searcher is ook weer redelijk naturel. Wel eigenlijk, als ik het goed zie, allemaal shimmery kleuren. En nog een blauwe kleur zit er ook nog in. Maar ik ben heel erg benieuwd of dit fijne paletjes zijn. Want ze zijn denk ik wel super handig voor in je toilettas. Dan zit hier ook nog een mascara in. En dit is de Glam & Doll Boost Lash Growth Volume Mascara. De Glam & Doll mascara bestond al een tijdje. Maar dit is denk ik dus een nieuwe variant. Hij is ook grijs van kleur. Varianten die ik ken die zijn volgens mij roze en blauw. En dit is volgens mij ook echt een mascara als ik de verpakking zo lees. Die iets voor je wimpers doet zonder dat je zeg maar mascara op hebt. Want er staat op dat het je wimpers 2 keer zo sterk maakt. En er staat ook op 54% meer volume zonder dat je mascara draagt. Dus dat klinkt in ieder geval veelbelovend. Dan zitten er ook nog 2 potjes in. Ze lijken heel erg op elkaar, maar hebben niks met elkaar te maken. Want we hebben hier namelijk de HD Active Performance Primer. En dit is ook weer een sportproof primer, staat erop. Hij is water- en sweatproof. En het zou je poriën minder moeten laten opvallen. En het is dus een potje met een pipetje zit erin. En dit is dus een primer. En dit potje was, zoals ik al zei, iets heel anders. Dit zijn namelijk Golden Dust Highlighter Drops. En dit is dus een gouden variant. Ziet er ook echt heel erg mooi uit. En als ik hem zo open doe, dan zie ik echt een hele mooie rosé gouden paramour glans. Dus ik ben heel erg benieuwd naar de werking hiervan. Dan zit er ook nog een poeder in. En dit is de Glow Illusion Loose Powder Translucent Radiance. En dit is dus een fixing poeder. Maar hij ziet er wel heel erg bijzonder uit, want hij ziet er redelijk donker uit. Normaal zijn loose powders of fixing powders meestal transparant. Nu weet ik niet of deze dat ook is, want hij ziet er redelijk met een kleurtje uit. Maar misschien omdat er ook op staat Glow Illusion. Dat het dus wel een poeder is voor iedere huidskleur, maar dan gewoon met een glansje. Het volgende product is de 1 Minute Face Perfector. En dit is de Magic Finish Effect. En deze is maar verkrijgbaar in 1 kleur. Het is dus een soort van foundation. En hij zou zich moeten aanpassen aan jouw huidskleur. Dus ik vind dit een beetje te magisch klinken in mijn oren. Maar ik ben heel erg benieuwd. Het ziet eruit als een potje wat jaren geleden ook wel verkrijgbaar was bij Catrice. Maar dit zou dus weer iets compleet anders moeten zijn. Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd. Dan hebben we natuurlijk ook nog nagellak van Catrice. Ik heb hier een heel mooi paramour metallic-achtig kleurtje. Een beetje een groen kleurtje. En we hebben hier een nude kleurtje. Hier zit op een Morden Nude en Fits All Skin Tones. Dit is dus echt een heel licht roze kleurtje. En zou dus voor ieder huidskleur als nude gedragen kunnen worden. Dan heb ik hier nog een nagellakje. En dit is de Galactic Glow. Dit is een Translucent Effect Nail Lacquer. Dus deze is heel erg transparant. Staat er ook op. Sheer staat erop. En ik denk dat je deze als een soort extra laagje aan kan brengen. Of een soort van topcoat. Dan zitten er ook nog nagellakstickers in. En volgens mij is dit een beetje terug van weg geweest, heb ik nu het idee. Want ik heb al heel erg lang geen nagellakstickers meer gedragen. Maar dit zijn Heavenly Holo Full Cover Nail Stickers. De naam zegt het al, het zijn dus echt holografische stickers. Ik vind het in ieder geval heel erg tof uitzien. Het heeft een soort van driehoekig patroontje met dus echt een holografische kleur. Dan heb ik hier ook nog 3 verschillende lipproducten. Ik heb hier 2 verschillende lipsticks. En dit zijn de Power Plumping Gel Lipsticks. Die heb ik in 2 verschillende kleuren. Ik heb hier als allereerst kleur nummer 010. En het is dus echt een hele... hele bruine kleur. Ik denk persoonlijk dat die me niet gaat staan. Maar dat gaan we zien in een andere video. En we hebben hier nog een hele felle rode kleur. Dat is kleur nummer 090. Ik vind het wel heel mooi uitzien. Want er staat hier ook nog ingegraveerd Be Brave. Staat in beide lipsticks. Wat ik wel weer een beetje gek vind. Is dat er dus nog een ander lipproduct bij is. Die eigenlijk vrijwel dezelfde verpakking heeft zoals je ziet. Maar deze heeft dus een zwarte dop. En deze een rosé gouden dop. Voor de rest zijn ze gewoon echt... vrijwel hetzelfde. Maar dit is dus de Lip Coconut Balm. Maar voor een lipbalm vind ik de verpakking wel super mooi. Het is dus een hele simpele lippenbalsem. Maar
ruikt in ieder geval wel heel erg lekker naar kokos. Ik hou er echt heel erg van. En dan heb ik hier ook nog een lipgloss. En dit is de Generation Plump and Shine Lip Gloss. En ik heb deze in kleur nummer 070 Nude Sapphire. Ja, en dit ziet er dus uit als gewoon een hele basic kleur lipgloss. Dus ik ben heel erg benieuwd ja, wat het gaat doen voor mijn lippen. Want Plump and Shine klinkt in ieder geval wel veelbelovend. Dit waren dus alle producten uit het pakketje. Ik hoop dat je deze extra video leuk vond om te zien. Zo ja, doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. En binnenkort kan je dus een video verwachten over de nieuwe Essence producten als ik ze aanbreng. En een video over de nieuwe Catrice producten als ik ze aanbreng. Dus als je dat niet wil missen, vergeet je dan zeker even niet te abonneren op mijn kanaal. Dat kan op de rode button hier beneden. Mocht je deze video leuk vinden, zou ik het heel erg lief vinden als je deze een blauw duimpje omhoog zou willen geven. En dan zie ik je heel graag weer bij een nieuwe video. Doeg!